vliegende start voor Kevin Griff. Gaat het oversneld? Start gevallen. Mag dan een vliegende start zijn, maar er vliegen toch een paar sneller weg dan Kevin Griff. Onder andere Hellcat. En Hellcat heeft eerst de kop. Buitenkant daarnaast Ismael Dupré, die wil gelijk de kop overnemen. Mag ook van Jeffrey Miras, hij neemt Hellcat al terug. Aan de buitenkant is ook Krebas al onderweg naar voren met Juno Day. Passeert op dit moment de favoriet Kevin Griff. En aan de relingzijde trekt heel makkelijk mee Ibis Rock. Voorlaatste op dit moment Jaye Wel. En de traditionele rustige start was er voor Harmonie de Noor en die ligt laatste. Paarden voor de tribune. En daar komt aan de buitenkant Juno Day naar voren. Achter hem aan komt Kevin Griff. Juno Day zal de leiding nu gaan overnemen. En dan is de vraag wat Rotegatter gaat doen. Maar die gaat gelijk druk zetten. 14-1 de tussentijd. Rotegatter wil het gelijk weten met nog twee ronden te gaan. En gaat Juno Day aanpakken. Juno Day, de buitenkant Kevin Griff. En daarachter aan de relingzijde op plek 3 Ismael Dupré. Twee paarden van Krebas tussen de favoriethouders aan de buitenkant. Daarachter een hele tijd niets. Het gat wordt alleen maar groter naar Hellcat. Daarachter ligt Ibis Rock. Dan Jaye Wel. En Harmonie du Nord begint nu lekker in de loop te komen. Maar de achterstand die is vrij groot op de voorste drie. Rotegatter zet nog een keer aan de buitenkant. Heeft geen nee geaccepteerd en drukt door met Kevin Griff. Kevin Griff is er nu bijna langs. Kevin Griff is er bijna langs en nu helemaal. 13-5 de tussentijd. Gaat heel hard die eerste meters. En het is Kevin Griff die leidt. Daarachter op de tweede plaats Juno Day. En de derde plaats daarachter is voor de trainingsgenoot van Juno Day Ismael Dupré. De rest kan er nu weer een beetje naartoe lopen. Maar daar moeten ze wel hun best voor doen. Hellcat aan de binnenkant. Aan de buitenkant Ibis Rock. Inmiddels ligt voorlaatste. En is naar het tweede spoor gegaan Harmonie du Nord. En laatste is Jaye Wel. Juno Day komt weer terug naar de buitenkant. Bas Krebas maakt er een slijtageslag van, want we gaan de volgende ronde in. De laatste ronde is dat ook. En Rotegatter denkt ook, wat doet hij nou? Nou, Rotegatter die krijgt een verrassing, want Juno Day wil het ook hard maken deze koers. En dus gaan ze nek aan nek de laatste ronde in, 16-9 de tussentijd. Kevin Griff wil nu niet meer afgeven, Juno Day wil nu niet meer wijken. En naast elkaar gaan ze op weg naar de voorlaatste bocht. Daarachteraan hangt zich Ismael Dupré en de rest moet weer lossen. Behalve Harmonie du Nord, die gaat nu driedik proberen of hij toch dat kopgroepje nog kan bereiken. En zo ronden we de Z-Turf bocht. Kevin Griff aan de leiding, buitenkant Juno Day. Daarachter aan de relingzijde Ismael Dupré, Hellcat in het luchtledige. Een chasse patat noemen ze dat in de Tour de France altijd. En aan de buitenkant komt naar voren Harmonie du Nord. Rechte lijn overzijde. Nu begint Rotegatter toch ook een beetje te bewegen. En Krebas heeft nog niet bewogen. Aan de binnenkant Kevin Griff, 14-3 de tussentijd. Aan de buitenkant Juno Day. Kees Kamminga zei het al, Juno Day kan wel 5 kilometer doorlopen in dit tempo. Of Kevin Griff dat ook kan is een vraag, want hij heeft nog maar een halslengte voorsprong. Inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Kevin Griff, Juno Day. En daarachter Ismael Dupré, Harmonie du Nord op plek 4. Zo gaan ze de laatste bocht door. En Kevin Griff is er nog niet. Juno Day aan de buitenkant ligt er precies naast. En daarachter Ismael Dupré en die komt erachter van. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het lijkt alsof Krebas het van tevoren wel wist. Ik zal die Kevin Griff eens even helemaal leeg drukken. Maar wordt hij dan nog geklopt door zijn trainingsgenoot? Dat zou ook zomaar kunnen. Ismael Dupré zet nog een keer aan. Maar het wordt Juno Day. Een hele verdiende en een hele mooie winnaar in de laatste. 14-3 de laatste 500 meter. Kevin Griff met ere geklopt. Ismael Dupré derde. En vlak daarbij nog Harmonie du Nord. 15 rond voor de winnaar. En een van de mooiste TF-koersen die we in tijden gezien hebben. En de uitslag van de tiende en laatste koers, de Prix Idao de Tilaar, is inmiddels ongewijzigd officieel winnaar is geworden. Paard nummer 6, Juno Day. En vijfjarige bruine ruim van Igor de Lemoude uit Nymphe de Mykonos. Gevormd in Frankrijk en eigendom van Stal PD, trainer Bas Krebas. En Bas verzorgt ook het betere stuurwerk met Juno Day. Hij wint hier na een slijtageslag in 1-15-0. Tweede werd paard nummer 2, Gavin Griff. Derde de 7, Ismael Dupré. Vierde de 3, Harmonie du Nord. En vijfde de 1, Zwaaien.
Mailleux wel. 6-2-7-3-1 is officieel in koers 10 de Prix Idaho de Tilaar. En veel enthousiastelingen hier ook mee bij de huldiging. En ook Bas geeft nog even tekst en uitleg aan eigenaar Peter Delis na een prachtige race. Bas, gefeliciteerd. Dit was een slijtageslag. Ja, zeker. Kijk, en op een gegeven moment kon ik even niet mee met Michel. Dus ik moest wel afgeven, maar toen wou die tempo stilzetten. Ja, ik denk gelijk weer rijden, want hij loopt één hoog tempo. Hè. Speed en gaan zitten en van de rug, dat ken hij allemaal niet. Dan komt hij in de knoop. Maar je ziet, hij is ongelooflijk sterk. Absoluut, een hele goede tactiek gekozen voor jou. Het paard is ook heel drafzeker geworden weer. Nou, de laatste twee starts. Daarvoor werd hij uitgeschakeld voor mij een paar keer. Maar hij is gewoon niet eenvoudig om te rijden. En ja, helaas, in Frankrijk kunnen ze meestal niet mee overweg. We hebben ook nog de Jonker en de Jopperprijzen gehad vandaag. Een van jullie specialiteiten ook van de stal. Tweede en de vierde plaats. Ik denk dat jullie ook tevreden zijn. Ja, al had ik van het voorjaar beloofd dat ik ze allebei zou winnen. Met Pavarotti, ik denk de hoek uit, ik ga het redden. Maar het was gewoon net even te ver. Maar hij liep heel goed. En Merritje is wat groen. Maar liep allebei heel goed. Nee, hij is super tevreden. En over een paar weken de producten draafrijden verwacht ik iets beter. Super Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie zege hier van Juno D. Hier in 1-15-0. De laatste bloemen zijn voor Bas Krebas. Een mooi succes hier met Juno D. Laatste keer won hij op Mons in 1-13-9. En nu wint hij hier in 1-15-0 over 2600 meter. En het is neven- en nichtendag van de Spangahoeven. Zij werden zelf derde met hun Ismaël Dupré. Maar ze vieren wel het feest mee met team Bas Krebas, aan wie ze nauw verbonden zijn. En dat doen ze samen met Juno D. Mooie plaatjes van de laatste van vandaag. De Prix Idaho de Tilaar, dames en heren. Geef ze een groot applaus voor een paard met heel veel vechtlust. Juno D wint hier met Bas Krebas.